En we blijven even in de muziek, want we gaan het hebben over het Orkest van het Oosten. Want hoe zit het met de toekomst van dat orkest? De afgelopen maanden is er veel negatieve publiciteit geweest. Een directeur die boven de balken en de norm verdiende, acute geldproblemen en een vernietigend rapport over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Er is nu een interim directeur, Bart van Mel, en hij zit aan tafel. U kwam in een zootje terecht, zo zou je het wel kunnen zeggen, toch? Nou, er was in ieder geval heel veel aan de hand, ja. Wat heel snel heel veel aandacht verdient. Ja, dat klopt. Ja, ik noemde net een paar dingen, die acute geldproblemen, maar ook dat rapport, wat ja toch vernietigend genoemd kan worden. Ik heb een paar punten hier. Orkest moet ook drastisch reorganiseren om te kunnen overleven, kwam eruit. Op korte termijn overleven, daarvoor is geld nodig van de provincie. En de leiding zou zich hebben laten leiden door te grote ambities en niet realistische verwachtingen. Dan komt u. Ja. Dan denk ik, hij moet een gedacht hebben, help. Nee, ik heb niet gedacht helpen. Anders dan was ik niet in de auto gesprongen naar Enschede toe toen de vraag kwam. Maar er is inderdaad een heleboel te doen. En er is ook, we moeten ook stevig ingrijpen in de organisatie om het orkest op de been te houden. En te zorgen dat er een orkest voor Overijssel beschikbaar blijft. En dat vergt inderdaad stevige maatregelen die ook absoluut ingrijpend zijn. En daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig om dat uit te rollen. En dat gaat, dat moet ik dan wel erbij zeggen, op een hele goede en ook een hele positieve manier. Want ik merk wel dat er een heel veel veerkrachtige organisatie, zowel de muzici als de staf zit, die ook echt gaan voor dat orkest. Ja, we gaan zo meteen over hebben hoe u het weer gaat opbouwen. Want hoe erg is het op dit moment? Nou ja, goed. Ik denk dat er niet te veel verkeerd is gezegd in het rapport van Berenschot. Er is inderdaad een financieel probleem dat het orkest voor dit boekjaar een stevig tekort zal boeken, wat een direct effect heeft op de weerbaarheid van het orkest. Het is op dit moment wel zo dat we, er waren eerdere berichten dat het orkest in een faillissement zou verkeren. Nou, dat faillissement is afgewend. We gaan gewoon op dit moment door. En het is nu ook, het werkplan is ingediend bij de provincie en het is ook nu aan de provincie om dat te beoordelen of dat zij dat afdoende vinden om ons die toekomst te bieden. Ja, er zijn miljoenen ingestoken. Die miljoenen zijn niet meer terug te vinden. Waar is dat geld gebleven? Ja, dat is een hele goede vraag waar ik het antwoord als interim directeur schuldig op moet blijven. Ik moet wel even benoemen. U weet het niet of u kan het niet zeggen? Ik weet het ook niet, want mijn taak is om naar de toekomst van het orkest te kijken en niet om het verleden eens even uit te zoeken van waar dat dan aan besteed zou zijn. Wel even duidelijk stellen, er wordt gezegd iedere keer die miljoenen zijn verdwenen. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen voor gedaan en dit is een hele sterke bedrijfseconomische discussie. Het model wat voorgesteld is, is ook niet gelukt. Er zijn minder inkomsten binnengekomen dan dat men gehoopt had. Maar artistiek en houdelijk heeft het orkest enorm veel gedaan in educatie, in het maatschappelijk veld waar ze aanwezig waren. Dus er is wel heel veel gebeurd, alleen niet wat men gehoopt had en niet wat men in de bedrijfsplannen had opgeschreven. En dan zijn ze nu in een situatie gekomen dat dat zo nijpend is, dat het een directe bedreiging is voor het orkest. Ja, dus het roer moet om, zou je kunnen zeggen. Ja. U heeft geld nodig. Daar worden zelfs de inwoners van Overijssel voor opgeroepen met een speciaal spotje dat u samen met de mensen gemaakt heeft. Laten we even kijken. Wij willen ons laten horen, nu en in de toekomst. Daar hebben we u bij nodig. Overijssel verdient een goed, kwalitatief en innovatief symfonieorkest. Wij willen met onze prachtige muziek onderdeel blijven van de Overijsselse samenleving. Het orkest staat voor educatie, maatschappelijke verbinding en samenwerking met de amateurmuziekwereld. Hier hebben we jaren hard aan gewerkt. Laten we dit behouden. Ja, en toch ziet het er wel een beetje wanhopig uit, vind ik. Ja, dat kun je wanhopig noemen, maar ik denk niet dat het wanhopig is. Kijk, een symfonieorkest heeft een taak, ook het Orkest van het Oosten, namelijk in die provincie aanwezig zijn. Daar zorgen dat de activiteiten worden uitgezet en dat daar het orkest ook voelbaar is. Het moet ook een orkest zijn van en voor Overijssel. Ja, dat is ook nu weer meer de kerntaak geworden, hè? Want het orkest is ook in buitenland geweest, in China zelfs. Ging heel Nederland ook vaak door. Het is nu weer echt gericht op Overijssel. Ja, we leggen het terug echt bij de kerntaak. Actief zijn in Overijssel. De taken die we uit moeten voeren en ook willen uitvoeren als orkest. Op het gebied van educatie, op het gebied van de concerten in Deventer, Zwolle en Enschede. En op andere plekken die provincie biedt. Ook gebruikmakend van de netwerken die er al zijn in deze regio. Een uitvoerig netwerk van koren, van symfonieorkesten,
maar ook van harmonie en fanfares, waar we de verbinding mee gaan zoeken van het orkest moet echt de ambassadeur zijn, ook voor de amateursector, en moet daar ook een rol in spelen en die rol ook pakken. Is dat echt uw taak nu als interim directeur om dat nu op de rit te krijgen? Ja, mijn taak is denk ik, heeft een aantal tweeledig en misschien nog wel meer onderdelen, maar ik zal allereerst moeten zorgen dat ook financieel de zaak op orde komt. En dat vraagt gewoon stevige ingrepen. We moeten de orkestformatie krimpen. We zullen ook naar de stafformatie moeten kijken. Daar vindt ook een krimp plaats. Dus we gaan met minder mensen hetzelfde proberen uit te voeren wat we al deden. Daar is een werkplan voor geschreven dat over een aantal speerpunten heen gaat. En die speerpunten zijn heel nadrukkelijk gericht op het pakken van je taak in die regio. Waarbij we absoluut nog wel eens een keer een uitstapje zullen maken naar het Concertgebouw in Amsterdam. Maar je basis is hier in Overijssel. Daar je rol pakken, daar je functie uitvoeren. En daar vind ik ook binnen de organisatie veel weerklank op. Men ziet, wil dat ook zelf graag. Ja, en toch moet het ook moeilijk zijn. Want er zijn mensen die weten dat ze het orkest zullen moeten verlaten. Ze weten alleen nog niet wie precies dat zal zijn. Nee, dat is inderdaad ook, dit is geen makkelijke situatie. Het orkest heeft inderdaad, is al geïnformeerd over de plannen. En weet ook dat inderdaad de orkestformatie krimpt. Maar het opvallende is, en ik was daar vanmiddag zelfs enigszins geroerd door, dat ik vanmiddag een brainstorm deed met het orkest. Van waar gaan we naartoe, hoe gaan we het doen en hun daar ook in meegenomen heb. En dat er een groot kerstpakket van de muzici voor mij boven tafel kwam als dank voor het werk. Dat is heel bijzonder. Ze zijn blij met u. Ja, nou daar ga ik vanuit, want dan koop je een kerstpakket. Maar het feit dat ze, er zit zoveel kracht in die organisatie. Mensen willen zo graag niet hun baan behouden. Voor hun is het een leven, een passie. De liefde voor muziek. De liefde voor muziek. En daar zijn ze dag en nacht voor aanspreekbaar. En dat is heel bijzonder. Dat zie je niet altijd bij orkesten. Dat is me enorm opgevallen toen ik in die organisatie binnenkwam. En ook de ideeën die er zitten. En ze willen die taak ook pakken. En hopen ook dat ze daar weerklank in vinden. En dat iedereen daar ook aan mee wil doen. Dat zit meer in de oproep dan dat we zeggen van hier is het Giro zoveel, maak even geld over. Dat moet een gevolg zijn van de taken die het orkest in de regio uitvoert. Hoeveel geld is er nodig? Ik vind het heel, heel erg om daar op dit moment uitspraken over te doen. Want dan ga ik getallen noemen die nog niet helemaal zeker zijn. Het boekjaar is nog niet afgesloten, dus ik hou me even buiten de exacte getallen. Maar het gaat wel om een groot bedrag wat gewoon wel nodig is om het orkest op de been te houden. Ja. Nou, u wacht nog op een antwoord van de provincie. Dan weet u ook meer over hoe de toekomst gaat lopen. U bent in elk geval aangesteld tot 1 maart. Ja. En daarna? We gaan eerst zorgen dat de vele taken en de vele veranderingen die nu doorgezet worden, daar gaan we de tijd voor nemen tot en met in ieder geval 1 maart. Moet dat hele plan uitgerold zijn, ongeacht wat daar nog aan bewegingen omheen komt. En na 1 maart kijken we elkaar eens even verder aan om hoe we de zaak nog door kunnen zetten. 1 ding is zeker, ik ga weer terug naar mijn eigen kantoor in Utrecht. Ik word ook geen nieuwe directeur van het orkest. Ik ben echt ad interim, maar ik sluit niet uit dat het wat langer gaat duren dan 1 maart. Ik wil wel de zaak netjes achterlaten, zodat ik als ik over 5 jaar terugkom in Enschede gewoon weer naar een concert kan van het Orkest van het Oosten. Goed, wij spreken elkaar vast daar nog een keer over. Dank u wel voor uw komst hier naartoe.